Dus ik doe de deur open. Ik zie hier twee koffertjes staan. Ik kijk binnen en dan wist ik, het is mijn tour. Alles was gestolen. Alles was weg. Je denkt altijd, het is bij een ander, nooit bij mezelf. Maar kijk, toch is het gebeurd. We hebben het al vaker gehoord. Er gebeuren meer en meer diefstallen van werkmateriaal uit bestelwagens. Een loodgieter contacteerde ons zelf. Bij hem werd de diefstal 's nachts gefilmd. En misschien herkent iemand de daders. De man wil via deze weg ook zijn collega's waarschuwen, want de diefstallen zijn een echte plaag. Op 21 december ontdekt loodgieter Frank Cornelis dat al zijn werkmateriaal is gestolen. Op bewakingsbeelden van die nacht is te zien hoe de dieven te werk zijn gegaan. Iets voor 2 uur 's nachts rijden 2 auto's traag voorbij. Eerst een donkere personenwagen, gevolgd door een kleine, lichtkleurige bestelwagen. Misschien hebben deze voertuigen iets met de diefstal te maken. Even later komen de 2 daders in beeld. En een minuutje of 2 later zie je dus 2 mannen van die richting hier gewoon, helemaal op het gemak, stilletjes gecontroleerd, de oprit opgaan. En je ziet die ene persoon wijzen van, er hangt er een camera en het hoofd gaat lichtjes naar beneden. De 2 mannen lopen gewoon door, op de tippen van hun tenen. Ze willen duidelijk niemand wakker maken. Daarna zie je dat ze hier met een soort loper, een soort sleutel, de deur gewoon openen op 2 minuten. Ja. Zo simpel is het. Maar er is geen schade of zo? Er is geen schade. Mijn afstandsbediening gaat nog, mijn sleutel werkt nog. Ze zijn georganiseerd in het inbreken in dergelijke wagens. Een van de 2 mannen zit nu in de laadruimte. Hij geeft de spullen door aan de andere. En je ziet hem dat er allemaal klaarzetten aan het voorwiel, heel gecontroleerd. Dus je ziet hem op een gegeven moment met slijpschijf, met mijn werfradio, boorhamer, alle soorten werkmateriaal, zie je hem daar klaarzetten. Wanneer de dief een auto hoort, duikt hij snel weg. Om daarna stilletjes verder te doen. Wanneer al het materiaal is uitgeladen, komt ook de 2e man uit de wagen, met de laatste koffers in zijn handen. De 1e man loopt intussen met enkele koffers de straat over, wellicht naar een wagen. De man met de muts duwt de achterdeur zachtjes tegen het slot. Na 3 keer over en weer lopen is alles weg. Er is voor €7.800 gestolen. Heb je enig idee hoe ze bij jou terechtgekomen zijn? Daar heb ik geen idee van. Ik denk via het merk dat ze daar een soort loper voor hebben. Vinden ze dat via internet of via leveranciers? Of hebben ze mij gevolgd op een werf? Hebben ze hier gepatrouilleerd? Ik heb er echt geen idee van. Het aantal diefstallen van werkmateriaal uit bestelwagens is spectaculair gestegen. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld was er vorig jaar een stijging van maar liefst 44% ten opzichte van het jaar voordien. Naast lokale daders zijn er ook meer en meer bendes aan het werk. We hebben hier in deze materie duidelijk te maken met georganiseerde criminaliteit. Het is internationale criminaliteit, rondtrekkend criminaliteit. Het betekent dat die aangestuurd worden vanuit het buitenland. Dat daar de organisatie zijn werk uitvoert, op verkenning gaat en een aantal ploegen op pad stuurt. Het kan een week duren, het kan 2 weken duren, dan zijn ze weer weg. Naar hun thuisland of opnieuw nog straffen naar een ander Europese land om opnieuw verder feiten te gaan plegen. Sint-Niklaas. In de Prins Albertstraat staat de bestelwagen van een zelfstandig schrijnwerker. Rond 2 uur 's nachts stappen 3 jonge mannen langs de wagen. 6 minuten later doen ze dat opnieuw. Nog een minuut later komen ze weer langs, maar nu uit de andere richting. De jonge man met het camouflagepak en de man met de zwarte trui blijven even staan. Ze zullen wellicht de wacht houden, terwijl de 3e man langs de achterdeur in de bestelwagen breekt. De man met de zwarte trui lijkt nerveus te zijn. Hij gaat aan de schuifdeur staan en wacht. Dan gaat de deur open. De 3e man komt uit de wagen. De 2 gaan samen weg. De 1e verdachte met het camouflagepak blijft even zitten en gaat dan ook weg. 20 minuten later kruipt de 3e verdachte weer in de bestelwagen, langs de zijdeur, die nu dus open is. Vermoedelijk kiest hij nu al de duurste stukken uit om te stelen.
Zijn twee kompanen blijven in de buurt van de wagen. De man met het camouflagepak heeft zijn kap even niet op. Nu zie je zijn kortgeschoren haar. De man met de zwarte trui houdt vanaf nu de wacht aan de zijkant van de bestelwagen. Nu komt hij heel duidelijk in beeld. Hij blijft hier 6 minuten staan. Wanneer hij uiteindelijk naar de schuifdeur gaat, heeft hij zijn kap op. Hij neemt 2 koffers aan. Daarin zit een selectie van het duurste materiaal uit de bestelwagen. De dief die in de wagen zat, neemt zelf nog 1 koffer mee. De man heeft nu een grijze pet op. De dieven maken zich uit de voeten met €5.000 aan werkmateriaal. Gereedschap is een product die zeer gemakkelijk verhandelbaar is. In theorie is elk professioneel stuk uitgerust van een chassisnummer, een raamnummer. Maar veel aannemers vergeten die te noteren. Dus als ze die niet geregistreerd hebben, zoals dat het ook kan op site, en dat die gestolen worden, zijn die voorwerpen identiteitsloos en kunnen die perfect opnieuw op de tweedehandsmarkt in andere landen, in een thuisland van die datagroepen, opnieuw verkocht worden. Ik hoor altijd van, het is ingebroken in mijn kabinet, of het is dat, of het is dat. En je denkt nooit niet bij je eigen, maar kijk, ik heb nu speciaal een extra slot laten zetten door de firma. Dat zijn inoxen sloten waar ze echt niet meer kunnen inbreken. Ah ja, u heeft maatregelen genomen? Achteraf, als het te laat was. Ik let er nu op, op bestelwagens dan rijden, als ik in de file sta, van nog iemand anders kunnen inbreken. Ik zou zo kunnen willen uitstappen en zeggen tegen die mensen van, beveiligt u, want ik heb dat tegengekomen. Ik had nooit niet gedacht van, het gaat mij gebeuren. Er brandt hier dag en nacht een groot spot, een licht. Dus daar bewakingscamera's en toch. Wat kan er preventief gedaan worden om dit soort diefstallen te voorkomen? Dag van vandaag, naar mijn gevoel, het nog steeds meest efficiënt is een alarm op het voertuig. Dieven houden niet van lawaai, van zodra dat een alarm begint te loeien, zijn ze weg. Misschien is het onbelangrijk, ook het materiaal niet in de wagen achterlaten. Het is een van de evidente tips inderdaad, maar ik probeer mij in plaats te stellen van die aannemers die al een hele dag op weg zijn en die best vermoeid komen thuis. Ik denk dat ze vaak geen zin en geen moed meer hebben om hun kabinet volledig leeg te maken. Misschien volstaat het natuurlijk van de duurste stukken eruit te halen om het minder interessant te maken. Misschien kan iemand alvast deze verdachte op de beelden herkennen. In Gent slopen 2 mannen de oprit van een loodgieter op. De eerste heeft donker haar en draagt een jas met een bontkraag. De tweede draagt een donsjas en heeft een donkere muts op met een logo vooraan. Tijdens de feinte in de nacht van 20 op 21 december reed een fietser voorbij. Misschien heeft deze persoon iets meer gezien en kan die een tip geven over het voertuig van de daders. In Sint-Niklaas komen deze verdachten in beeld. Ze zien er alle 3 jong uit, tussen de 20 en 25 jaar. De eerste droeg een camouflagepak met een kap. Hij heeft kortgeschoren haar en is de grootste van de 3. De tweede is de man met de zwarte trui. Hij heeft kort donker haar en opvallende jukbeenderen. De derde man maakte de bestelwagen leeg. Hij heeft kort bruin haar en heeft een mager gezicht. Tijdens de diefstal stopte een wagen op het voetpad. De man die uitstapt kan de politie misschien meer details geven over de feinte. Alle informatie is welkom op het gratis nummer 0800 3300 of via mail.